John, na zo'n 4-0 overwinning op ADO Den Haag, kan ik me voorstellen dat er een goede sfeer hangt hier op Zoudenborg. Klopt dat? Ja, ik denk het wel. Natuurlijk is de wedstrijd daarin belangrijk. Niet alles bepalen natuurlijk. Maar het is wel een lekker gevoel als je... Het was alweer vorige week vrij, dat is al een week geleden. Maar het weekend hadden ze vrij en ja, vanaf maandag dan kom je toch allemaal wat vrolijker binnen. Zo werkt het. Aan de andere kant... is het veel belangrijker hoe we deze week weer verder gaan zijn met het proces waarin we zitten, waarin we verder willen. En ja, dat stemt mij ook tevreden, want ik heb een goede week gezien. We hebben natuurlijk wat afscheid genomen van bepaalde jongens. Marines die toch vrij onverwachts vertrok. Dus we hebben wel wat verschuivingen gehad en daardoor ook uiteindelijk, we zitten nu aan het eind van de window, ruimte kunnen creëren om eindelijk, zeg ik bijna, bij de jongens van Jong, die het ook hartstikke goed doen in hun competitie. En de tweede helft van het seizoen is het vaak makkelijker om in te stappen, omdat ze een half jaar ervaring hebben. Ja, we hebben deze week steeds andere jongens erbij gehad. En ja, die hebben op mij ook een dusdanig positieve invloed gehad. Dus zodat de ruimte voor de jongens, maar ook voor mij, weer wat groter wordt. Het was een zware week vorige week, met ruim 200 minuten aan wedstrijdminuten. Speelminuten, twee wedstrijden tegen Eindhoven en tegen ADO Den Haag. Hoe staat je ploeg ervoor? Nou, heel goed. Ik heb niks van die vermoeidheid gemerkt in de wedstrijd. Maar nogmaals, het is dat makkelijk als je zo speelt. Dan ben je ook minder gevoelig daarvoor. Maar iedereen is goed uit die wedstrijd gekomen. Positief deze week ook is dat Adam, Bart en Justin ook min of meer zo goed als volledig zijn aangesloten. Het enige jammerlijk is dat Adriaan de omgekeerde weg. Dus die gaat vanuit de groep even terug naar de medische ruimte om weer te herstellen. Dus ja, die valt af. En de andere jongens, kan ik nu nog niet zeggen of ze erbij zijn, maar ja, die hebben wel een goede week gemaakt. Er zijn wat wijzigingen in het team geweest. Die zei het net al, het vertrek van David Jensen, Simon Mackinock en Marinus Dijkhuizen. Wat is jouw gevoel erover? Nou, ik ben sowieso blij dat er een oplossing is gekomen voor, laten we het eens over de spelers hebben. We praten over Patrick, we praten over Troepé, over Rico en ook nog eens een keertje over David en over Simon. Dat zijn vijf spelers. En ja, dat waren vijf spelers die natuurlijk wat minder gespeeld hadden bij ons. En ja, wil je, wat ik net zeg, ruimte creëren in je groep, omdat ik vond dat de groep sowieso wat te groot was. Zeker als je ook nog eens een keertje jongens wil laten doorstromen. Dus daar hebben we bewuste keuze in gemaakt. Om wat op te schonen voor ruimte voor de jongens van Jong. En Marinus was toch verrassend. Omdat ook als staf werken we natuurlijk in een vast team. En waarin iedereen zijn rol heeft. Zijn taak verantwoordelijkheid. En dat valt weg. Dus dat is aan de ene kant jammer voor ons. Hè, omdat het allemaal heel goed functioneerde. Aan de andere kant begrijp ik het ook wel. De ambities van Marinus. Zijn hart wat toch op het veld ligt. Ja, is het ook voor hem weer een hele mooie kans om in Excelsior aan de slag te gaan. En hij was er vanochtend nog even. En hij heeft vanavond zijn eerste wedstrijd. Dus ja, die heeft weer een andere spanning dan die misschien daarvoor als analist had, zeg maar. Zonder die namen moet je naar Venlo komende zondag. Ik neem aan dat je al beelden hebt bekeken van de tegenstander. Wat kunnen we van ze verwachten? Nou, ik vind VVV altijd wel vrij herkenbaar en het is altijd een ploeg die opportunistisch speelt en zeker met de komst van de trainer, van Hans, die daar gekomen is. Ik denk dat ze goed gestart zijn uit de winterstop. Het is een herkenbaar team in die zin dat ze redelijk makkelijk en snel de lange bal spelen en vanuit de reactie daarop gaan spelen. En, ja, aan ons is het om dat voor te zijn, om wel de bal te hebben en ons voetbal te spelen. Wat we vorige week tegen ADO ook heel goed hebben gedaan. Zodat we mensen tussen de linies vrij kunnen krijgen en onze buitenspelers. Zowel aan de rechter als de linkerkant. Zeker nu we met Christopher daar natuurlijk ook gevaarlijk zijn. Die aan het werk te kunnen zetten. Ja. En dat klinkt altijd heel makkelijk hier om het uit te spreken. Maar dat is het idee. En ja, ik denk dat we in dat opzicht niet heel verrast zullen worden door... voor elkaar zondag, want nogmaals, dat is wel bekend. In stadion Galgenwaard werd er verloren door twee doelpunten van Lindhorst. Zijn er bepaalde zaken die je dan uit die wedstrijd meeneemt naar zondag? Ja, die is er niet bij, die is geblesseerd. Dus dat is positief. niet positief dat die jongen geblesseerd is, laten we dat niet zo opvatten. Maar nee, wij hebben die wedstrijd, ik zeg, het ene verlies is niet het andere. Soms kun je wat makkelijk accepteren. Hoe moeilijk dat is als je een wedstrijd verliest op een manier zoals we dat tegen VVV hebben gedaan. Toen hadden we 16, 17
echt 100% kansen. Want we hebben ze toevallig gisteren nog even teruggekeken. En dan denk je, hoe is het mogelijk dat we die wedstrijd hebben verloren? Maar het is wel gebeurd. En nou, dat geeft ook de kracht, hè, wat ik net zeg, van de herkenbaarheid van VVV aan. We zijn goed in de counter, we moeten daar voorzichtig in zijn. En ja, vooral ook een goede organisatie tegenover blijven stellen. En als we dat voor elkaar krijgen, met ons voetbal, want dat is voor mij veel belangrijker, dan heb ik alle vertrouwen. Succes. Oké. Okay.